welcome to a new party vlog. Today I'm going to Qapital. I love Qapital. It is one of the biggest raw hardstyle parties we have here in the Netherlands. It is in Ziggo Dome, and Ziggo Dome is one of my favorite big venues we have here. I'll show you the lineup first before we move on. There's two stages, one obviously downstairs in the main stage of Ziggo Dome, and then we also have one upstairs. What I really love is that not only like the main stage artists are absolutely banging, but we also have some really cool artists on the second stage, so I'm excited to see both stages and explore today. What I love about Qapital is the stage. So where you usually have an area like this, right? The stage would be here or like on one of the sides. With Qapital, it is smack in the middle, and obviously this is a Q-dance party and their shows are always so good, and with that stage in the middle, it just brings something extra. I'm really excited to be back. It is one of the last big indoor parties we have here in the Netherlands, so I'm gonna go out with a bang. I'm really excited. I'm saying this, festival season is starting next week while it's snowing outside right now, so great. Gotta love the Netherlands sometimes. Anyway, if you're Dutch, please turn on your subtitles, and I'll see you guys at Qapital. Hoi Joey. Ja toch. Binnen, het is druk bij het Service Point op het moment. Want ja, iedereen staat binnen natuurlijk. Dus we gaan eerst even de zaal kijken en dan alles beladen. Maar ik heb er super zin in. Let's go! Overal binnen bij de bar gewoon. Ja, ik zit in de auto. Het was echt super tof. Maar ik ga mijn auto even verder thuis doen. Want ik weet niet hoe lang mijn uitrijtijd is. En ik wil niet vastzitten in de garage. Om, wat is het? 7 uur 's ochtends. 7:10 's ochtends. Dus ik spreek jullie zo. Oh, tip. Als je nou in zo'n garage staat. Of op een plaats, parkeerplaats waar het heel groot is. Stuur locatie van je auto naar jezelf. Voordat je het feest betreedt. Dus zodra je parkeert. Foto maken van waar je staat. Locatie naar jezelf sturen. Kun je altijd je auto vinden. En... nu ga ik gewoon genieten. Tot zo. Ik ben thuis. Ik heb het weer overleefd. Even voordat we over andere dingen beginnen. Die show met die zwevende elementen rondom de mainstage. Super dik. Vooral vanaf bovenaf kon je dat echt heel goed zien. Zag er echt heel gaaf uit. Het geluid was ook enorm goed in beide zalen trouwens. De tweede zaal was wel smal en lang. Was wat mij betreft niet de ideale vorm. Zeker niet toen het wat drukker was. Bijvoorbeeld bij Cryex. Super dikke set trouwens. Element ook in de tweede zaal. Ja, niet mijn favoriete vormzaal. Maar voor de rest was daar ook de show goed. Het geluid was daar ook goed. Dus wat dat betreft helemaal top. De mainstage heb ik enorm genoten van Ruler. Zoals gewoonlijk. Ik heb genoten van Bloodlust en E-Force. En eigenlijk ja, waren gewoon... Er hing gewoon een hele goede sfeer. Ik vond het super chill dat je met pinpas kon betalen. Ik doe dan altijd met mijn telefoon Apple Pay. Het gaat sneller. Het is minder plastic verspilling. Je kon je bekertje weer inleveren voor korting. Top. En als je trouwens geen pinpas mee had, kon je zeg maar je cash inleveren voor een pas. En dan kon je die gebruiken. Ja, gewoon een goed systeem. En ik vind het ook een stof. Ze zien er altijd leuk uit en zo. Maar het is niet echt nodig. En dit is ook veel sneller. Dus ja, voorstander daarvan. Was weer super leuk om veel van jullie tegen te komen. Super gezellig gehad. Volgende week ben ik op Rebirth. Een heel weekend. Laten we hopen dat het zulk weer is zoals het nu is. Er zit nog steeds zand op mijn auto van het Sahara gedoe. Maar echt bidden aan Apollo voor zon. Want ze geven tot nu toe regen op. Maar ik heb er wel enorm veel zin in. Like en abonneer als je dat wil zien. Ook volg me op TikTok als je langere clips wil zien. Ik weet dat de clips hierin altijd lekker kort en snel zijn. Maar daar post ik langere clips. Q-dance, enorm bedankt dat ik erbij mocht zijn. Ik heb een topavond gehad. En ja, laat me vooral weten wat jullie favoriete set was. Like en abonneer. En tot de volgende keer. Doei! Is dat zo, baby? Hi! Hello! I'm almost there. And I decided to take a quick bathroom break. Look at these fucking ducks. Just fucking vibe it. Oh, there you go, buddy. Yeah.